zijn al zoveel spullen. Deel 2. Zuster en weer met een nieuwe Temu Haul. Met deel 2 eigenlijk. Ik vind het al zulke rare dingen. Ik voel rubbel. Ik voel rondjes. Ik weet het niet meer wat ik allemaal besteld. Weet je dat? Ja, dat zeg ik elke keer, maar ik weet het ook echt niet. Hij gaat wel dingetjes. Ja, we gaan deze uitpakken. Van één ding weten we sowieso wat erin zit. Ja. Misschien kan je dat als eerste pakken. Dat hadden we, als je de vorige video hebt gekeken, hadden we dat ook al een beetje gezegd. Okay. Ik denk ook dat het die is. Dat hadden we net ook, ja. Ik heb weer het wolkje. Hebben jullie de vorige video gezien? Ik ben echt loyal. En wie nu weet wat daarin zit. Wist je nog dat er stond dat je dat niet moest doen? Ja, precies. Dit is echt Celine. Er staat iets dat je het niet moet doen. Dan denkt Celine, hey, laat ik het wel doen. Ja, jij. Is die voor jou zilver? Nee, met goud. You have the pink one. Ja, jongen, ik wil je helpen. Het omhoog te trekken en dan ga je het ook omhoog halen. Ik bedoel het. Ik heb. Ja, dit is echt. We zullen het even ook nog een keer laten zien voor de mensen die de vorige video niet hebben gezien. Even snel. Dit is namelijk een make-up tas. Maar niet zomaar een make-up tas. Met een spiegel. Ik kan hem hier zo stellen dat hij blijft staan. Hier natuurlijk op een knopje heeft hij 3 standjes. Deze. Dit is gewoon eigenlijk bij elke andere spiegel. Zo, dat ging makkelijk. Ja. Dan. Oh, hier staat de beschrijving. Ik zweer het, Celina is zo iemand die nooit van haar leven een beschrijving. Nee joh. Nee. Dan heb je een vakje voor je kwastjes. Dit is wel een gedeelte voor je kwasten die je meeneemt. En dan heb je hier voor je make-up. Kan je hier al je make-up in doen. En deze dingen kan je ook eruit halen. Dat je een groter vak of een kleiner vak. Ja. Of noem het maar op. Maar volgens mij is het ook heel satisfying dat je zo precies die blusjes en alles rechtop zo erin kan zetten. En heel melange het op. Ja, dus hartstikke prettig. Ik heb deze dus in het zwart en die hadden we in de vorige video al laten zien. En ik heb hem in het roze. Dus dit is echt, en deze spiegels kan je echt overal kopen op allemaal websites. Maar bij Temu zijn ze echt het goedkoopste. Dus dit zou ik echt iedereen aanraden. Dan ga ik krabbelen, want er zit echt heel veel in. Oh, er zit hier heel veel in. Ik wil dit. Mijn fan! Je hebt alles in het roze genomen ook, besef ik me nu. Ik had dus een ventilator de vorige keer ook al gehad. Voor als ik setting spray deed. Voor als ik setting spray deed, dan kon ik het zo met de ventilator. Alleen die is kapot gegaan. Dus nu heb ik een nieuwe. Ik heb volgens mij voor mezelf ook een witte genomen, maar dat weet ik niet zeker. Deze is echt heel cute. Hij is wel cute. Oh, hij doet het gelijk. Mag ik ook even voelen? Sorry, hij is uit. Oh, vindt ze grappig hoor. Hier. Oké. Okay. Cute. Deze is ook wel kleiner. Als die andere? Ja. En een lader. Die ik nu niet kwijt ga raken. Zit hier dingen wat ik denk? Ja, pak nou maar gewoon iets. Blind. Okay. Ik heb hier iets. In de vorige video. Ja, alles hangt natuurlijk een beetje samen. Maar in de vorige Temu video zagen jullie dat ik mijn matcha setje had gesteld. Dat was beautiful. En ik haal. Het kost me zoveel geld elke keer om matcha te kopen ergens. Dus ik kan dat nu helemaal perfect thuis maken. Maar ik ben ook veel onderweg. Girl. Oh my god. Dus nu kan ik mijn matcha in een doorzichtige beker doen. Dit zijn toch nooit alle deksels? Ja, denk het wel. Ik kan nu mijn matcha in een doorzichtige beker doen. En helemaal maken en dan gewoon on the go. Ja, heb ik ook. On the go meenemen. Kijk, weet je wat het is? Bij heel veel restaurants hebben ze nu al plastic weg natuurlijk.
Maar ik vind dat echt om te janken. Zeker als je een drankje hebt wat er leuk uitziet. Dus ik dacht, ik ga mijn matcha lekker maken. Mijn ijsklontjes en mijn dingetjes. Mijn rietje erin. En dan neem ik het zo on the go mee. Wauw, wat heb ik hier zin in. Zie mij morgen als wij onderweg gaan. Hey. Heel leuk. Girl, bye. Oké, nu ga ik weer gewoon met thuis om. Nou, dit vind ik echt top. Ga ik weer Ik zie dingen dat ik denk ik wil dit. Oh. Oh ja, die vond ik zo leuk. Oh, dit is dus dat bolletje dat ik voel. Ja. Het is een paraplu. Niet binnen open ja, doen. Dat begrijp ik. Ja, sorry jongens, maar dat soort dingen ben ik bijgeloven. Ik dacht, dit vond ik zo cute. Hij is beige. Niet binnen. Nou, ik ga dat echt niet doen hoor. Hij is beige. En hij is zo klein. Ja, dat heb je hier dus nodig. Dus ik dacht, deze doe ik lekker in mijn auto. En dan heb ik altijd, kijk hoe compact ook. Heb ik altijd een paraplu. Dit is toch cute en hij was ook echt goedkoop. Dat was gewoon wel goedkoop, joh. Echt jongens, wat een prettige website is dit. Oh, wat? Pak hem. Oh. Oké, doe je ook wat dit. Het is voor mij, hè? Dan weet je dat. Dit. Nou, daar kan je doekjes zien. Oh, zo ik voor op mijn vanity. Nou, dat vind ik leuk. Kijk op eieren, joh. Nee. Ik vind het zo aesthetic. Met een sprinkler. Ja? Hoe stop je ze erin? Nou, dat weet ik niet. Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Moet je die sprinkler zo zetten? Nou, ik moet hem eventjes uitvogelen. Maar ik vind dit zo'n leuk aesthetic ding. En dan doe je hier zo je servetjes. Als je dan van je make-up iets weg moet halen. Ik dacht, misschien kunnen het ook vochtige doekjes zijn. Dat is het uitdrag, denk ik. Oh ja. Oké, nou ja, dan tissues. Maar ik vond dit echt leuk. Maar nu je hebt gezegd, hoe kan ik het nu anders zien? Vind ik echt helemaal enig. Voor de vanity. Ik ga nog... Nee. Eén link weer. Oh, hier zitten echt de leukste dingen in. Niet zo hard rammelen, joh. Sorry. Oh, ik vind dit zo leuk. Dit zijn echt ook altijd mijn favoriete video's. Gewoon. Lijm. Wat heb jij besteld? Ik weet het niet. Voel je tandloos? Oh ja! Ja. Dan kunnen we zo. Drie houders kan je zo aan de muur. En dan kan je tandenborstel daarin zetten. Wauw. Nou, dat is wel wauw. Kijk dan. Met lijm. Kijk. Hoeveel heb je hoe prettig dat is. Kijk dan. Ja, ik zie het. Dat is echt heel fijn hoor. Want nu staan ze elke keer daarop. En dat is dan niet echt. Ja, dan heb je gewoon niet genoeg ruimte elke keer. Drie heb ik er voor jou, drie en mij. Zo naar elkaar. Dus wel een beetje ruimte. Ja. Nou, dit vind ik echt handig. Jij niet? Ja. Voor mijn armbandjes. Dan moet je dit misschien helemaal in elkaar zetten. Ja, je moet het in elkaar zetten. En dan zo. Maar hoe ver is het dan? Ja. Oh, één kortere en één langere. Ja. En dan gaat het zo achter elkaar. Voor niet de armbanden. Huh? Ja, ik denk gewoon dat het doorheen moet. Dat denk ik hoor. Zo dan. Maar er zitten wel schroefjes bij. Ja. Ja, nou is het echt leuk, want dan kan ze al haar armbanden. De laatste tijd is ze. Je had even een armbandentikje, maar daar ben je nou wel weer een beetje vanaf. En dan kan ze die allemaal door. Ja, ik mis dit ook nog wel. Eigenlijk moet ik dit ook nog. Zo, want ik had er één. Maar ik heb wel die sieraden precies natuurlijk. Dit. Alleen was het zeg maar echt zo. Ja. Dit dingetje was je kapot. Dus deze is veel betere kwaliteit. Zet ik hem altijd zo neer. Deze is veel betere kwaliteit. Kijk hoe dik dit is. Jeetje, wat zijn die spijkertjes? Daar. Oh ja!
dit is zo'n poorzuiger. Die zuigt. Zo, ik ga vanavond mijn skincare doen met al die nieuwe dingen, joh. In de vorige video had ik ook al iets van de skincare. Ja, weet je, ik weet niet of dit werkt. Oeh, maar we gaan het zeker wel proberen. Oh. Oh, oh mijn god! Nou, dit werkt. Dit is de laagste stand. Even kijken. Ja, klikken. Ik ben benieuwd of die zomerporen eruit zuigt. Nee, niet nu. Oh, dat gaan we vanavond proberen. Goed. Moeten jullie kijken. Ik heb verschillende opzetstukjes. Oh, je hebt verschillende opzetstukjes. Hoe gaat die uit? Ingedrukt. Oh, verschillende opzetstukken ook. Maar wat dan? Oh, we moeten het wel even goed lezen, de beschrijving. Al die beschrijving. Ja, omdat weet je, als je dat niet doet, wat jij nu doet. Heel blij mee dit. Kijk hè. Want ik heb dit echt last hier van poriën. Kijk, kijk even naar je. Wauw. Kan niet wachten om dit vanavond te doen. Heel prettig. Hij zou al je blackheads en verstopte poriën. Nou, heb je hem dan. Ik ben heel benieuwd. Oké. Ja, hier zitten leuke dingen in. Oh. Ook nog twee dingen voor Rie. Oh, dit is denk ik wel voor Rie. Denk ik. Goed. Oh ja. Nou, echt. Wat een leuke dingen hebben wij deze keer, zeg. Al zeg ik het zelf. Oh nee, het is voor mij. Ja. Nog een aesthetic ding. Maar eigenlijk had ik dit gedacht. Voor je matje. Nee, maar wel een leuk idee. Nee. Voor mijn safe sleutels en zo beneden. Nou, dan moet er maar een kommetje zijn. Oké, nou, ik weet nog niet wat ik hiermee ga doen. Maar hoe leuk is dit? Hoe cute om dingen op te leggen of zo. Ik weet het niet. Girl. Maar ik vind het zo leuk. Ik ben helemaal hyped. Hiervan. Niet kijken, pak gewoon iets. Een telefoonhoesje. Altijd very good, very nice. Ja, dat is voor mij. Had jij niet twee hoesjes? Nee, maar jij had wel dat ene. Oh, dit vind ik ook leuk. Verrassende kleur natuurlijk, waar niet heus. Hij is wel iets donkerder als ik dacht. Maar wel mooi ook. Om je telefoon. Is het gewoon groen? Nee, dit is beige. Nee, dit is groen. Oké, maar ik had beige besteld. Dus dat kan je niet zeggen. Dus love it. Kun jij me vooral wel niet kijken dan? Yes! Dit mis ik joh. Dit heb ik nodig. Echt werkelijk waar. Ik doe nu heel vaak op Snap. Mijn huid klaarmaken, get ready with me, noem het maar op. Hoe zit het? Laat maar even erop, ja. En dan elke keer is mijn telefoon niet goed. En dan nu? Zo, voor op mijn vanity. Hoe leuk is dit? Kijk nou. Kan je dit wel een beetje? Nee. Nee, precies. Nou, moet maar kijken of het een goede angle is. Zo. Of zo, als je een serie aan het kijken bent. Past ook helemaal in het zweertje. Echt leuk. Ja. Oh, wat is dit dun? Dat had ik niet gedacht. Dit is dus voor je broer. Ik had niet in mijn hoofd dat dit zo dun was. Nou, wat is dit dun? Dus dit is een... Zit er nog een stukje of nee? Tablet. Maar niet. Maar hier kan je dus... Allemaal dingetjes op tekenen en doen. En dan... Dit heb ik dus voor Rietje. Ik dacht, daar kan die wel wat mee, toch? Yep. Maar ik had niet gedacht dat die zo dit was. Oké. Yes! Yeah. Dit is een wifi versterker. Op zolder
Hebben wij haast geen bief. Wij? Jij. Ja, maar ik denk dat we hem hierin moeten doen. En dat het dan naar boven gaat. Ik denk niet dat hij het anders de wifi pakt. Boven heb je geen wifi. Dus wij moeten hem hier en dan pak je hem boven, denk ik. Maar we moeten even goed kijken hoe we dit moeten doen. Ah, gebruiksaanwijzing. Oké. Dus een wifi versterker, zodat ze op zolder en boven betere wifi hebben. Ja. Het zou wel top zijn als die goed werkt. Toch? Zeker top. Dan moet je niet dit een hotspot hebben. Ja. Oké, dit is top. Oh, dat is mijn fan. Maar volgens mij is hij niet helemaal hetzelfde, of wel? Beige. Oh, hij is beige. Leuk. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Is je opladen? Ja, die heb ik wel. Nou, mijn doet het alleen niet gelijk. Oh nee, heb ik op batterij genomen. Ik heb op batterij genomen, shit. Ja. Ja. Oké, dan moet ik even batterijen vinden. Hè? Ik dacht dat ik draadloos had genomen. Maar hij is wel heel mooi. Dat kan weer wel. Oké. Ga jij weer drommelen? Ja. Ja, dit is dat dingetje. Welk dingetje? Voor met helpen. Oh, ja. Het is handig. Dit is voor mijn camera. Wel cute. Glitters. Zo voor op je camera en dan glitters. Zo mooi. Is wel cute. Dat is leuk. We hebben nog twee dingen en die zijn allebei voor je broer. Oh nee, drie dingen die zijn allebei voor je broer. Allemaal drie voor je broer. Een tandenborstel, die heeft hij nog niet genoeg. Nee, want die andere moet gewoon weggegooid worden. Die is het niet meer. Maar zijn het er nou twee? Een kopje toch? Oh ja, tuurlijk. Haha. Dus dat is een nieuwe elektrische tandenborstel voor Rie. Die mooi ook in dat houdertje kan. Dit zijn allemaal Marvel. Avengers, Marvel dingen voor op z'n crocs. Echt jongens, op Temu heb je zoveel verschillende dingen. Het is wel echt leuk. Spider-Man. Nog meer Spider-Man. Het zijn allemaal Marvels. Venom. Nou, hij slaapt al nu, maar dit gaat hij echt geweldig vinden morgen. Hè? Ja. Iron Man. Er is een heel zakje vol. De laatste. Least. Een horloge. Smartwatch voor je broer. Kan ik hierop bellen? Ja. Dus ik moet even kijken of dit een goede is en of die werkt. Maar ze hadden zoveel verschillende. Maar volgens mij kan hij hiermee bellen. Hoop ik. We zien ze. Oh ja. Telefoon, message, alarmklok. Voor als hij buiten is. Met Celina. En dat hij dan mij even wil bellen. Want hij zit Celine altijd helemaal gek te maken dan. En dan kan hij mij even bellen. Of als hij bij oma is. Of bij zijn vader. Ik ben alleen benieuwd hoe groot hij is om zijn arm. Want ik kon niet echt een kinderhorloge vinden. Dus ik moet even kijken. En voor jou is hij eigenlijk perfect. Dat betekent dat hij misschien... Tips, please make a full charging. Oh. Oh. Nou, dus deze gaan we even uittesten. En er zit ook een... Hoe noem je dat? Morgen, nu dat het in januari is. Ja, dat moet ik even aanpassen allemaal. No message. Ja, dus nou ja, lezen kan die nog niet. Maar weet je, en deze was ook echt helemaal niet duur gewoon. Maar hoe het werkt? Ja, dat moeten we even uitvinden. Ik vind dat wel geruststelling. Smartwatch voor Rietje. Oké, jongens, dankjewel voor het kijken. Ja, één en al. Zoveel spullen. Maar echt zoveel leuke dingen weer. Laat even in de comments weten wat jij het leukste item vond. En als je deel 1 nog niet hebt gezien, ga die dan vooral kijken. Dankjewel voor het kijken, mensjes. En dan zien we jullie volgende week. Doei doei! Bye.